Dus hoe los je bewegingen op? Tekenen met een pen. Ja, een pen. Als er x min 3 staat, breng je de min 3 naar de andere kant. En dan wordt dat plus 3. De min wordt een plus. Dan krijg je x is gelijk aan 3. Ja. En meestal schrijven we dan uv is gelijk aan 3. V staat voor optieverzameling is 3. Ja. In sommige scholen is voldoende x is 3 te schrijven. In andere scholen moet je schrijven v is 3. Klopt dat? Als je 3 invult in x, 3 min 3 is inderdaad 0. Ja. Wat gebeurt met een vermenigvuldiging? Een vermenigvuldiging wordt een deling. Hier is x gelijk aan, x is gelijk aan 4 gedeeld door 2. Ja. Dus die vermenigvuldiging wordt hier een deling. Dus een vermenigvuldiging wordt een deling. Dat is 2 dus. Dus v is dan gelijk aan 2. En klopt dat? Dat 2 maal 2 is dat 4. Ja, dat zijn de basiseigenschappen. Nu een ander voorbeeld. X min 7 is 2. Wat doe je? Je brengt de x aan die kant en de getallen aan die kant altijd. Dus hier blijft x staan. Dan heb je hier dat al 2. En die min 7 aan de andere kant wordt plus 7. En 2 plus 7 is 9. Ja, dan v is gelijk aan 9. De controle 9 min 7 is inderdaad 2. Ja. Volgend voorbeeld. Min 3x is 9. Hier is een deling. Een vermenigvuldiging wordt een deling. Dan is x gelijk aan 9 gedeeld door min 3. Schrijf niet. Ja. 9 min 3, of schrijf niet 9 plus 3, dat is niet, het is een vermenigvuldiging, wordt een deling. Ook de min blijft bestaan. Ja, die min wordt gewoon meegenomen. Hier wordt de min een plus omdat het een optelling is, maar hier niet, een vermenigvuldiging, plus het teken behouden. En 9 min 3 is min 3. Ja, dus v is gelijk aan min 3. Waarom? Min 3 maar min 3 is inderdaad 9. Het zijn allemaal basisoefeningen. Hier, min x min 3 is 7. Wat we doen is, we krijgen de x'en aan de ene kant, de getallen aan de andere kant. Hier staat min x. Heb je hier 7. En 7 wordt, min 3 wordt plus 3. Dit is gelijk aan min x is dus 10. Dan moet je min aan de kant brengen, dan krijg je x is min 10. Ja, dat betekent, uw v is gelijk aan min 10. En min 10, min 10, hier wordt 10. En 10 min 3 is inderdaad 7. Ja? Laatste voorbeeld van de basisoefening. Min 2x is 5. Opnieuw een vermenigvuldiging wordt een deling. Dus x is 5 gedeeld door min 2. Maar we laten nooit een min in de noemer staan. Dit is gelijk aan min 5 gedeeld door 2. En je mag de min erboven. Of je mag ook de min voor het streepje zetten. Min 5 2. We proberen nooit een min in de noemer te laten staan. We brengen naar de teller. Vergeet je voor het brugstreep. Dat betekent dus, v is gelijk aan min 5 tweede. Ja? Want dat maal dat wordt plus 5 gelijk aan 5. Dat duidelijk voor iedereen? Ja. Dat zijn gewoon de basis lineaire vergelijkingen. Nu... Dat is een beetje moeilijker. Hier komen de algemene vergelijkingen. Wat gaan we doen? Ik zal een paar uitleggen. En daarna maak ik het zelf. Ja? Eerste oefening is met haakjes. Wat doe je met haakjes? Dan weet je, die 2 slaat hierop en hierop. En die 3 slaat hierop en 3 op. Ja? Dan wordt dit hier wat dan 2x. Ja? 2 maal 2 is 4, met de min is min 4. Dan krijg je hier, die 4 staat apart, dan heb je gewoon 4. Plus, 3 maal x is 3x.
Hier heb je 3 maal min 1 is min 3. Ja. Wat doen we dan? Ik heb 2 keer min 4 is 4 plus 3 keer min 3. Breng de x'en naar daar en de getallen naar daar. Ja. 2x staat er al, die schrijven we eerst op. Ja. Ik geef altijd op wat er eerst staat. En dan 3x wordt hier dan min 3x. Ja, want altijd. En dan heb je hier de is. We schrijven eerst op wat we hebben. 4. 4. Dan min 3. En dat wordt plus 4. Min wordt dan plus 4. Ja. Dat je altijd aanschrijft eerst wat er staat en dan bijvoegen, dan maak je minder fout toe. 2x min 3x. Een negatief getal, dat is min x. En hier krijg je 4 min 3 plus 4, dat is 1 plus 4 is 5. Ja? Dan is x gelijk aan min 5. Ja? V is dus gelijk aan min 5. Ter controle, hier, als x min 5 is, dit is min 5, min 2 is min 7, dit wordt min 14. Hier heb je 5, min 5 min 1. Dit is min 6. Want 3 is min 18. En min 18 plus 4 is ook min 14. Dus antwoord klopt. Ja? Je kunt altijd invullen het getal en zien dat beide kanten gelijk zijn. Ja? Oké? Okay? Ja. Ja. Gewoon oefening terug, een gemakkelijke oefening. Geen haakjes. Wat doen we? X aan de ene kant. Getallen aan de andere kant. Dus je krijgt 7x min 5x. Dan krijg je hier min 3. En die 2 wordt min 2. Dan krijg je hier 7 min 5 is 2x. Dit is min 5. Of x is min 5 tweede. Ja? Dus v is min 5. Nu klopt dat als je hier invult. 7, maar min 5 tweede is min 35 tweede plus 2. Als je uitrekening krijg je min 31 tweede. Hier vervangt men, dit krijg je hier min 25 tweede. Min 3, dat wordt ook min 31 tweede. Je hoeft het niet te controleren, maar als je controleert, het is juist, dan is je antwoord juist, dan weet je dat je juist bent. Dus min 5 tweede is het juiste antwoord. Ik geef ben nu nog mee bezig, ik heb het nog niet helemaal gemaakt. Je moet ze allemaal maken. Hè? Ja, mocht ze, als je kunt, moet je ze allemaal maken. Hè, dan mag. Je moet op mij niet wachten. Als je het kunt, hoef je mij niet te wachten. Hoor. Maar ik ga wel een speciale regel uitleggen voor de breuken. Het eentje zegt oké. Dus V is... Kijk, als je geen haakjes hebt, geen breuken, zijn dat simpele oefeningen. De x aan de ene kant altijd. De tallen naar de andere kant. Onthoud, deze min 2 wordt plus 2. Deze min 3x wordt plus 3x. En onthoud de mintekens. Ja? Dan vind je 4 derden. Ja? Nu, voor zo'n oefening met breuken. Ja? Breuken probeer je weg te werken. Hier merk je, ik heb 2, 4, 2. De gemeenschappelijke noemer is 4. Dan kun je allemaal op noemer 4 brengen. Dus dan krijg je hier 2x gedeeld door 4 plus 1 vierde is gelijk aan, dit wordt 2 vierde min 1 vierde x. Ja. Als je overal dezelfde noemer hebt, dan mag je je weglaten. Dan mag dit weg, dit weg, dit weg, dit weg. Ja. Maar alleen als je aan beide kanten altijd dezelfde noemer hebt. Ja, hier heb je altijd noemer 4. Dan heb je 2x plus 1 is 2
min x. Dan krijg je gewoon een standaard vergelijking. X aan de ene kant, getal aan de andere kant. Ja. Je mag ook eerst dat gaan uitwerken. X min 2, min 1 4 x, veel moeilijker. Als je de noemer wegwerkt, krijg je een standaard vergelijking. Dit wordt 3x is gelijk aan 1 of x is 1 derde. We gaan het niet uitwerken hier, maar als je dat invullen, dat zal kloppen. Maar x is 1 derde. Onthoud, probeer altijd de noemer weg te werken. Ja? Dan krijg je een veel gemakkelijker en een veel simpeler vergelijking. Ja? Goed. Ik heb een vraag. Heb je een vraagje? Ja, bij die ene linkse oefening, hè, dan doe je vooral 6x plus 4x plus 3x min 7x. Hè? Ja. Maar hoezo doe je niet 6x plus 4x plus 7x en dan min 3x, want dan staat er plus 7. Nee, kijk, hier staat 6x, dat deze hier, hier staat 4x, en deze wordt naar de andere kant van het is tegenwoordig, dan wordt die min 3x, wordt plus 3x. Mm-hmm. Deze verhuist naar die kant, die verhuist ook, wordt dan min 7x. Ah, oké. Okay. Dan komt de andere kant van het gelijke teken. Terwijl hier staat 4 al juist, die min 2, wordt aan de andere kant een plus 2. Oké. Okay. Dus als je een getal verhuist van één gelijk teken naar een ander gelijk aan de andere kant, bij een optelling wordt dat een ander teken. Niet van mijn, hier niet bij mijn voeding, niet, blijft dat gewoon hetzelfde teken, maar bij optelling wordt een plus een min en een min een plus. Ja? Mm-hmm. Oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Ja, dus als je breuken krijgt, kun je de breuken wegwerken door gelijknamig noemer te maken en je weg te delen. Want deze oefening, een moeilijke oefening, hier heb je haakjes, ja. Ga de haakjes hier niet uitwerken. Kijk, eerst buiten haakjes. Buiten haken heb je een 3 en een 4. Wat gaat de gemeenschappelijke noemer zijn? 12. Naar noemer 12. Wat hier staat, doen we later, dat staat tussen de haken, van eerst buiten haken. Dat betekent, kijk hier, 8. 12e x plus 1 tweede ja. Is, dit wordt 4 12e plus 3 12e 1 derde x min 1. Ja. We laten dit voorlopig staan, doen we later. Nu merk je, hier staan 12, bij dit staan 12. Dat 3 keer een 12, dan mag je deze 12 weg. Ja? Dan krijg je hier 8 keer in x plus 1 tweede. Ja? Is gelijk aan 4 plus 3. Moet je dan distributiviteit doen? Ja, daarna gaan we dat doen. We eerst iets opschrijven. Van, ja. En dan, wacht even, min 1. Als je nu toepast, 8 maal x is 8x. 8 maal 1 tweede is 4. 8,5 is 4. Hier krijg je 4 plus 3 maal 1 derde wordt 1, dus plus x min 3. Ja. Dan merk je ook, als je dat doet, dat die breuken allemaal wegvallen. Dan krijg je een mooie formule. Hier, x aan de kant, dan krijg je hier 7x. Ja. Deze 4 en deze 4 die vallen weg, zijn beide dezelfde getallen, is min 3. Of x, de min 3 moet ik schrijven, x is min 3 zevende. Ja, of v is min 3 zevende. Min 3 zevende. Ja, dus ik raad er altijd aan, als er haken in deze oefening, heb je geen breuken, dat valt goed mee, je hebt wel haakjes. Eerst moet je haakjes uitwerken. Dus we doen eerst 4x plus 2 laten we staan. Ja. Als je haakjes uitbrengt, breng je 3 naar daar en 3 naar daar. Ja, dat is een teken, die staat zowel op de x als de 2. Daar staan er juist haakjes. Ja. 3 maal x is 3x. En 2 maal 3 is 6. Ja. Ja, dan doe je plus x.
Je hebt je vergelijking zonder haakjes. Dat betekent de x'en naar die kant, zijn de x'en, en de getallen naar die getallen. Want hier staat 4x met x, hier staat er 4x. Hier staat er 3x. Die gaat naar daar, wordt dan min 3x. Die x staat hier, die gaat naar daar, wordt dan min x. Ja, dan krijg je is-teken. Hier staat een 6, staat hier al. Dus 6. Breng 2 naar daar, heb je hier min 2. Die gaat naar daar, wordt dan min 2. Dan 4, min 3, min 1 is. Hier staat 4. Dan min 3, min is 0x. Is gelijk aan 4. Ja. Hoeveel is 0x? Dat is 0, is 4. Kan dat? Is 0 gelijk aan 4? Nee. Nee, dat kan niet. Dat betekent, je hebt geen oplossing. Geen oplossing. Moet ik te schrijven met mijn muis? Geen oplossing. Ja. Als je vindt 0 is 4, heb je geen oplossing. Geen enkele x voldoet. Dat betekent, uw v, de oplossingen zijn de lege verzameling. Ja. Je kunt vergelijkingen hebben waar je nooit een getal kunt invullen, dat klopt, dat gaat nooit lukken. Nooit, nooit, nooit. Je vindt geen oplossing. Waarom dat 0 niet gelijk is aan 4? Dat kan niet. Je hebt geen oplossing. Ja? Is dat duidelijk voor iedereen? Ja, dankjewel. Ja, dus als je 0 gelijk aan 4 vindt, of 0 aan 3, of van 1, dat kan niet, heb je geen oplossing. Oké? Okay? Ja. 0. 0x is hoeveel? 0x. Dus gelijk, hier krijg je 0x. Oh, dus dat gaat gewoon 0x is gelijk aan dat. 14, en dat kan niet, dus dat betekent uw v is gelijk aan. Dat noemen ze een valse vergelijking. Dit noemen ze een valse vergelijking. Dat betekent, die kun je nooit oplossen. Valse vergelijking, moet ik eens schrijven. Valse vergelijking. Oké? Okay? Okay. Ja, want ik dacht dan. Dat komt ook soms voor. Je moet de letter op dat je niet schrijft. Antwoord is 14. Dat betekent geen oplossing. Maar x kan toch wel gelijk zijn aan 0, hè? In welke andere oefening bedoel je? Of in ja, ja. De volgende oefening is x is gelijk aan 0. Kan? Mag ik even zien? In welke? De tweede. Nee, in de tweede krijg je... x is gelijk aan 0. Die krijg je, nou, die krijg je min x is 0. Dat betekent, uw v is gelijk aan 0. Ja, dan zullen we later... Dat klopt, ja, dat kan zijn. Ja, ja. Let op, dat je niet schrijft, dat kan wel gebeuren, x 0 is. Het beste doet, is de 3 wegwerken door alles vermenigvuldigd met 3. Dan krijg je 2 derde x plus 6 derde x is 96. Ja. Gedeeld door 3. Dan mag deze 3 weg. Dan heb je 2x plus 6x is 96. Dit is 8x is 96. Dat is 96. Dan is x gedeeld gelijk aan 96 gedeeld door 8. Dus gelijk aan 12. Ja. Hier, dit is een relatief simpele oefening. Gewoon eerst haken het werk. Dit staat hierop. Dus op de x op de 3, dat wordt dan 4x plus 12 plus 14 is 7x min 9. Ja. Dit is een x, en dat is een x, dan krijg je 4x min 7x is dus hier min 9.
min 12 min 14, dus min 12 min 14. 4 min 7 is min 3x. Die krijg je min 9 min 12 is min 1, min 21 min 35. Ja, dan is uw x gelijk aan 35 derden. Of v is gelijk aan 35 derden. Hier was uw v gelijk aan 12. Ja? Dus als je haakjes hebt, eerst haakjes aan het werken, totdat je hoofdformule krijgt. Ook hier, dan haakjes, eerst haakjes aan het werken. Eerst dit met dit, dit met dit, dit met dit en dit met dit. En zo, zo. Dan krijg je hier 2x min 2 plus 3 maal 2 is 6x. 3 maal 5 is min 15 plus 6. Hier krijg je 4 maal x is 4x plus 8 plus 4x min 2. Nu merk je hier bijvoorbeeld dat hier min 2 staat, hier staat min 2, dan moet je het beide weg. Die staan, dus deze min 2, die min 2 mogen wegdelen, dan maakt het al gemakkelijker te rekenen. Dus soms kun je reeds in deze stap wel dingen wegdoen, want die min 2 en die min 2, die valt dan er weg. Dan heb je dus 2x plus 6x, dat is 8x. Dus 8x. Hier heb je 4x plus 4x is 8x, is ook 8. Dus min 8x. Dat is gelijk aan. Dit is 8 plus 15 min 6. Dat is gelijk aan 23, 17. Ja, kom ik aan 17. Ja, 17. Hier heb je 0x. Dit is dus 17. Dat kan nooit. Dat betekent dat je v de lege verzameling is. Je hebt geen oplossing, want dat is een valse vergelijking. Volgend hier. Hier staat een nummer 3. We gaan alles met 3 vermenigvuldigen. Dan valt er 3 weg. Krijg je hier 3x. Gedeeld op 3. Is dan gelijk plus 2 derden x min 3 is dan min 9x gedeeld door 3 plus 6 gedeeld door 3. Ja, dan valt deze 3 weg, die 3 weg, die weg. Hou je over 3x plus, dit wordt 2x min 6, dus 2x min 6. Dus 2x min 6. Hier krijg je min 9x plus 6. Als je klaar bent, dan mag je doorgaan. Maar ga de oefening nog eentje afwerken voor iedereen. Voor de rest, je kunt volgen of je juist of verkeerd bent, oké? Okay? Ga gewoon de oefening afwerken. Hier krijg je dus... Dit wordt 5x, dus 3, 5x plus 9x is 6 plus 6, en dat wordt 12. Dus 5x plus 9x, dus 6 plus 6 is 12. Dit is 14x, is 12. Oké, okay. Is 12, oké. Okay. Dan is x gelijk aan 12 gedeeld door 14. Maar dan kun je vereenvoudigen, dan krijg je 6 gedeeld door 7. Dus v is 6 7. Ja. Gewoon oefeningen zijn een beetje gemakkelijke oefeningen. Je merkt hier ja, geen haakjes hier. Dat betekent... Andere kant aan de kant. Hier, als je goed kijkt voor je begint, deze 5x staat hier ook. Dan mag je die direct wegdelen. Moet je mee rekenen.
Deze min 2 staat hier ook. Dan mag je die ook wegdelen. Dan je over 0 is 6x min 7. Ja. Of je mag het ook hier schrijven. Dan krijg je gewoon een basisvergelijking. 6x is 7. Of x is 7 zesde. Dus v is 7 zesde. Ja? Onthoud dat, als er zaken zijn die je kunt wegdelen, mag je direct wegdelen, wordt het leven gemakkelijker. Deze oefening heb je opnieuw haakjes, dus eerst haakjes uitwerken. 4x min 6. Die 6 staat op de x en op de 7. Dus 6x min 42 plus 9. Ja? Die 6 wordt 4x. Min 6x. Dan heb je min 42 plus 9 plus 6. Ja. Dit is min 2x. Dit is min 42, min 33, min 27. Ja. Dus x is, die twee minnen vallen weg, wil je over. 27 tweede. Dus v is 27 tweede. Ja? Dan hier. Ik zal opnieuw beginnen de oefeningen te maken. Zou je nog eens terug willen gaan? Want ik had dat nog niet helemaal opgeschreven. Oké, we gaan deze oefening samen maken, oké? Ik ben klaar. Ik ga gewoon even kijken dat hier... Kijk, dit zijn speciale vergelijkingen met speciale opleiding. Bijvoorbeeld hier, 2x min 6. Hier krijg je dus 2x. Min 2x. Is dan 8 plus 6. Dit is 0x. En dit is 14. Dat betekent 0 is 14. Dat kan niet. Ja, dat noemt men dus een valse vergelijking. Dat is een valse vergelijking. Ja, namelijk, v is de lege verzameling. Het is toch volgende week maandag terug. Hè? Ja, dan krijgen jullie een zuur over. Okay, ja. Tot volgende week maandag. Okay. Hier 2x minder x. Hier krijg je 2x min 3x. Is min 9 plus 9. Dit wordt min x is 0. Dat betekent x is gelijk aan min 0. Maar min 0 is gewoon 0. Dus v is 0. Ja, omdat x 0 is. Nee? Hier 2x min 3. Haken zat te werken, kan ook voorkomen. Dan krijg je 2x min 6. Is 2x min 6. Ja. Dan merk je dat dit gelijk aan dat is en dat gelijk aan dat. Dan hou je op, 0 is 0. Dat is altijd waar. Dit is een onbepaalde vergelijking, die is onbepaald. Dus onbepaald. Ja. Betekent v is altijd r. Alle getallen voldoen aan deze verzameling. Dat betekent alle getallen. Dus v zijn alle getallen. Ja, alle getallen die je gebruikt zullen ooit oplossing zijn. Ja, omdat als 0, 0 is, heb je r. Als je 0 een getal krijgt, is het een lege verzameling. In deze oefening krijg je hier haak 8x min 10 is 8x min 18. Dan krijg je 8x. Min 8x is min 18 plus 10. Dit is 0x. Dit is min 8. Betekent een valse vergelijking. V is de lege verzameling. En dan de laatste twee. Ja, hier.
om je haakjes uit te werken, dit met dit en dat met dat, dan krijg je 3x. Plus 27 is 45x plus 27. Krijg je hier min 42x. En die twee worden samen 0, is 0. Ja, betekent in feite dat x gelijk is aan 0 gedeeld door min 42. Maar dat is altijd gelijk aan 0. 0 door iets is altijd 0, dus v is de nulverzameling. Ja, en de laatste oefening. 2 maal 60 plus 2 is 4 keer 3 plus 2. Je krijgt het. Maar wacht, ik heb een vraagje. Ja. Is dat dan min 42? Hier, 3x min 5. Hier krijg je 3x min 45x. Ja, want die plus 45 wordt min 45, dan krijg je min 42x. Ja? Oké, dankjewel. Want die min die wordt nog daar gebracht. Oké? Okay? Nu, volgende. 2 keer 6x plus 2. Dit wordt 12x plus 4. Hier krijg je 12x plus 4. Dit is gelijk aan dit en dat is gelijk aan dat. Dan zit je in deze omgeving hier. Dat betekent v is de r. Ja? Uiteraard krijg je 0x is 0, zou je krijgen. 12 en 12 is 0 en 4 en 4 is 0. Dat betekent v is